Ah, ik ben de mama. Wolf, zeg maar nu tegen de camera wat we gaan doen. We gaan een Pokémon spelletje kopen. En waarom een Pokémon spelletje, Wolf? Omdat het andere Pokémon spelletje van mij kapot is. Kapot? Ik kan het niet... Nee. Voor mijn Nintendo. Omdat ik een spelletje gewoon heel te saai is. Snap je het? Ja. Dan kan ik alleen maar op hetzelfde beleven spelen. Ja, nu wel af en toe eens verwissen. Nou, je ziet iets uithalen zonder dat je mag, hè? Oké. Okay. Dit is ook een Pokémon spel, hè? Van je Nintendo, hè? Dat is met... Kijk, Wolf, wat staat er hier? Dit is een Pokémon spel. Maar er zitten er nog bij, hoor, kijk. Kom. Doe een keer je Pokémon nu. Dat is een Pokémon. Miauw. Miauw, 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 miauw. Dit is miauw. Net gekocht. Ja, tegen mijn wang, hé. Tegen mijn wang, hé. Kom. Miauw. Je hebt nu al Pikachu en miauw. Miauw is het roodje op buiten. Oh nee, miauw. Niet op Wolfs hoofd is dat. Ik heb het roodje op jouw hoofd. Niet op mijn hoofd in mijn jou, of je vliegt terug naar de winkel. Te laat. Ja, we zijn weer onder bonen naar Rus. En dat voelt hier goed mee vandaag. Sef is hebben een safari, een Rus safari. Dus dat belooft ook weer boeiend te worden. Straks hebben we een groen safari. Eigenlijk is dat een rondrit langs allemaal groene projecten dat we gerealiseerd hebben. En dat belooft eigenlijk. Vandaag Woeza. Ik heb nog niet zoveel gedaan vandaag. Een beetje gewerkt, een beetje papier gedaan. Kijk daar zijn, Marie is er nog helemaal in de spiegel. Zou je naar de meest, Marie? Jee. En wat heb ik aan Marie vandaag gedaan? Hier is hij ooit. Ik denk dat veel mensen wisten, ik zie een strip van ooit. En ik ken een deel van mijn strips.
Wacht, is toch. En moet ik s'avonds in zijn bruzen gebruiken. Oké, okay. S'avonds gaan we nog oprecht naar Friedel. Vanaf de spreken voor onze reizen. Hé. Hey. Ja. We zijn nog maar bij, nee? We zijn nog maar bij. Hallo. Hallo. Hoe is het met jullie? Goed. Goed. Nee, ze mogen buiten, ze wilden niet kijken. Ze wilden. Ah, fuck jongen. Kijk dat dat er moet. Dat is geen jasje, kijk. Dat is ver in een bromme. Ja, maar ik kom niet. Comedian in de Joe Barty. Kijk die strip. En Yo, lieve mensen. Donderdag. 6:20. And I have left the building. Maar nou, eigenlijk niet zo'n super speciale dag. Ja. Mijn vrouw was even nog laat voor zo. Nee. Vandaag een vrijgewone dag, een werkersdag. En oké, tussenkomen ga ik simpelweg mijn flasje voor morgen monteren. Eentje over voor Emma, een benefit dat ik vorige keer naartoe geweest heb. Dat ik wel een heel schoon project ingevonden. Ik zet er zelfs al jaren bij over. En dat het allemaal een beetje vlot gaat, ga ik een avond gezellig afsluiten met een portie Fallout 4 te spelen. Dus all by all, niet speciaal, maar gewoon een chilly willy avond. Met een klein beetje montagewerk. Oké. Zijn. Beste. Zeg Wim, binnenkort heb je een zwangerschap over je, maar je ziet er niets mooi de dingen. Dus dat verzeker nog in je winkel. Maar ja, maak me gewoon altijd, dus ik wil hier even zorgen van mij. Ik heb natuurlijk niet zo van die noemtade, mijn groenlauw achter mij en zo. Maar goed, dat wil ik proberen te doen. Maak dat je er zit, het is nog een kaart. En wel Lintje, hij doet dat nog goed. Zeg, ja, goedemorgen, tja. Ja, goedemorgen, tja. Het is een vrijdag. En vanavond is er hier een Tupperware party. Hoop-tiedoe. Dus dat ga ook weer toch zien. En vanuit ga ik al werken. Moet ik even een schoon net dat dat is, gast. Is het schoon, tja? Hey. Tot zwit is, hè. Het is vrijdagavond en mevrouw is hapjes allemaal voor de tuppelisjes. Ik lekker hapjes, veel hapjes, want ik moet dat ook in. En Wolf is heel braaf spelletjes aan het spelen op Facebook. Zeg een keer dag, Wolf. Hoi, papa. En ik zit met mijn gemak een koffie aan het drinken en een beetje aan het game. Het leven kan schoon zijn op vrijdagavond. Waarom schoon op het ja, en nogmaals, sorry voor het bietje, dat is niet in de startteam, maar zat in de platen, ja. Thank you.
zaterdagochtend en het ziet er goed uit dat het disco weer op ons zit. En ik hoor redelijk veel stress uit. Maar je zal natuurlijk wel afvragen worden. Gisteravond, Jenneke begint met een camera foutmelding te geven. Bufferoverdracht niet gelukt. Bufferoverdracht niet gelukt. Wat dat hun wil zeggen, gast, ik kan de beeldjes dat ik film niet op je schijfje zetten. Wat dat niet leuk is, dus ik kan filmen, maar ik kan het niet opslaan. Achter vanuit en gisteravond een uur geprobeerd te zijn, kom ik tot een conclusie dat er een heel deel van de beelden dat ik van de week gefilmd heb, niet gaan lukken. Met gevolg dat er nu een nieuw geheugenkaartje in mijn camera zit. En dat ik er het beste van moet maken. Maar nu, het ziet er gisteren uit. Vandaag spoorbieren, vanavond een verjaardagsfeestje van Friedelde. Friedelde is een hele goede vriendin van ons, waar we ook het hoppen mee op reis gaan. Friedelde en Brecht is een super tof koppel. Maar nu zijn we bang. Goed, tot zo beetje gast. Ja, het was een blok, maar met een vierde lasje. Dat is een Zijn dan uit, kwart voor zeven en al onderbouw met mijn werk van tijd. Dat is een karakterstoot niet. Nu gaan we een paar goede jurkjes werpen en dan gaan we het kunnen gaan hebben en ik ga super content zijn om een skeetje weer terug te zien en terug te kruffen. Dus, en moet ik kijken eens wat weer met mensen. Het ziet er echt een hele mooie zonnige dag uit, wat dat super aangenaam is. Ben je moe? Maar we waarschijnlijk niet gaan, want we hebben geen babysit. Hoi! Zeg je wel? Zeg hoi!